Welkom bij De Balie Live. Vanuit een leeg café van De Balie spreken we bijzondere gasten over de vergaande gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving. Mijn naam is Anne-Marijn Epker en ik ben programmamaker bij De Balie. En vandaag heb ik te gast professor Sarah De Lange. Ik zal haar even kort introduceren. Sarah De Lange is professor aan de Universiteit van Amsterdam. En ze richt zich in haar onderzoek voornamelijk op populisme, nationalisme en partijcompetitie in politieke systemen. Welkom Sarah, ik ben heel erg blij dat je er bent vandaag. En ik wil eigenlijk even beginnen met een persoonlijke vraag. Hoe is het eigenlijk met je onder deze omstandigheden? Ja, met mij persoonlijk gaat het goed. Ik ben gezond, de mensen in mijn omgeving zijn gezond. Het is natuurlijk wel een bijzondere tijd voor mijn professionele leven. Het onderwijs vindt allemaal online plaats. Dus we missen onze studenten enorm. Want het is toch heel anders een manier van contact hebben met elkaar. En ook op het terrein van mijn onderzoek zijn er allerlei ontwikkelingen die natuurlijk de moeite waard zijn om te bestuderen. Ja, want wat betekent dit voor je onderzoek? Heb je onderzoek stop moeten zetten of andere insteken moeten kiezen? Of... We staan op het punt om een enquête uit te sturen aan duizenden respondenten. Gelukkig kan dat doorgaan, maar we hebben natuurlijk wel extra vragen moeten opnemen over de coronacrisis. Niet omdat we daar nu per se zoveel over willen weten, maar wel omdat we moeten kunnen vaststellen later of die coronacrisis de antwoorden op de vragen die wij wel interessant vinden, het onderwerp waar we in geïnteresseerd zijn, misschien beïnvloed heeft. Interessant. En mijn belangrijkste vraag eigenlijk voor jou vandaag is, hoe heeft deze crisis nou invloed op populistische en nationalistische leiders in de wereld? Aan de ene kant zouden we kunnen stellen dat het goed nieuws is voor populistische leiders, omdat veel mensen op zoek zijn naar een sterke leider. Aan de andere kant zou je ook juist kunnen beargumenteren dat het slecht nieuws is voor populistische leiders. Dus daar wil ik vandaag met je over praten. Maar allereerst ben ik eigenlijk benieuwd naar hoe jij aankijkt tegen de intelligente lockdown hier in Nederland. Wat vind je van het beleid wat de overheid voert op dit moment? En je ziet dat de overheid aan het zoeken is naar beleid dat zowel recht doet aan de gezondheidssituatie als aan de economische situatie. En dat de overheid zich daarin laat leiden, ook met name door experts, ook wetenschappers. Dat lijkt me een hele gezonde insteek. En wat dat betreft vind ik het huidige beleid ook passend bij de situatie. Ik denk ook als je goed kijkt dat het beleid in Nederland niet zoveel afwijkt van dat in de landen om ons heen. Er zijn nuanceverschillen tussen veel Europese lidstaten qua beleid. Maar uiteindelijk zijn die verschillen ook relatief beperkt. En is het niet problematisch dat de overheid zich juist vrijwel alleen maar lijkt te baseren op wat experts op het gebied van gezondheid adviseren? We vinden het heel normaal als we beleid wordt geformuleerd dat de overheid input meeneemt van externe. Dat gebeurt bij elke vorm van beleid die gemaakt wordt. Ook dan laat de overheid zich bijstaan door adviescolleges, door lobbygroepen die input leveren. Dat gebeurt nu natuurlijk ook. Alleen gebeurt het nu in een iets gestructureerdere setting. Dus het is heel duidelijk dat het RIVM in de eerste plaats de expert is waarop men vaart. En de tweede plaats natuurlijk het managementteam dat is samengesteld. Ik denk niet dat dat heel problematisch is. Ik denk wel dat je altijd helder moet zijn over de afwegingen die je maakt. Goed moet aangeven welke informatie je gebruikt hebt en welke voor's en tegen's je op basis van die informatie hebt afgewogen. En dat je daarbij ook open moet staan voor eventuele kritiek vanuit andere groepen experts. En dat is een beetje waar het nu wringt. Dus er is veel discussie geweest de afgelopen weken of andere wetenschappers, andere onderzoekers het advies van de experts wel kunnen en mogen bekritiseren. Ja, dat moet altijd mogelijk zijn, omdat er meestal ook in de wetenschap geen eenduidige informatie is. En al zeker geen eenduidige waarheid die gevolgd kan worden. Ja. Hey, en hoe kijk je aan tegen de reacties van leiders in Europa algemeen op deze crisis? We zien dat de meeste partijen die nu aan de macht zijn,
de meeste premiers of presidenten die nu de scepter zwaaien, dat die ongelooflijk veel steun krijgen van de bevolking, ongeacht de maatregelen die ze nemen. En dat is een fenomeen dat in de politicologie bekend is. Dat noemen we in de literatuur het rally around the flag effect. En dat effect dat treedt op als een land zich in een existentiële crisis bevindt. En dan hebben we het over een crisis waarbij echt dreiging is, een externe dreiging, die overlijden tot gevolg kan hebben. Dus dat kan een terroristische aanslag zijn, maar dat kan dus ook een pandemie zijn. En we zien dat in dat soort omstandigheden, waarbij de dreiging echt van buiten komt en mensen heel angstig zijn voor wat het betekent voor hun eigen leven, dat men zich dan meestal achter de leider die al aan de macht is schaart. En maakt het dan nog verschil of dat een leider is die heel consistent beleid voert, die heel weldoordacht beleid voert? Of zie je ook nog een verschil tussen verschillende soorten leiders? Is er een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld meer populistisch-nationalistische leiders en minder populistische leiders? Nee, we zien dat het rally around the flag effect eigenlijk bij elke leider optreedt, afhankelijk van het type beleid dat hij of zij voert. Natuurlijk zit er wel variatie in hoeveel steun dat oplevert. En kan het ook niet optreden als je echt alle boekjes te buiten gaat en niets aan de crisis doet. Maar als we op dit moment kijken naar peilingen, dan zien we dat de waardering voor Rutte, Macron, Merkel, Johnson, maar ook Trump stijgt. Mm-hmm. Terwijl die leiders natuurlijk allemaal op een hele andere manier met die crisis omgaan. En dat is ook onafhankelijk van wat de politieke kleur van de leider is. Dus tot welke partijfamilie zo iemand behoort. En hoe hoog hij of zij in de peilingen stond voorafgaand aan de crisis. We weten bijvoorbeeld van Emmanuel Macron dat hij eigenlijk heel impopulair was tot aan de crisis. Terwijl Merkel al heel lang op heel veel steun kan buigen. Maar we zien bij alle twee dat die steun in context van deze crisis toch iets omhoog gaat. Kan het niet ook, want het is een all-out politicologisch fenomeen, dit rally around the flag idee. Kan het niet ook levensgevaarlijk zijn? Moeten we niet juist in dit soort situaties extra kritisch worden op onze leiders? Nou ja, het hangt heel erg af van het politieke systeem waarin dit effect optreedt. Als dit effect optreedt in een goed functionerende democratie, dan is er eigenlijk geen probleem. Want dan heeft de leider op dat moment maar heel beperkte mogelijkheden om extra macht naar zich toe te trekken. Is het ook onwaarschijnlijk dat men in de context van een nationale crisis verkiezingen zal uitschrijven. En dat hebben we ook gezien in heel veel landen, dat verkiezingen opgeschoven zijn tot na de crisis. Er is wel natuurlijk in veel van die landen nu een state of emergency, of er zijn andere noodmaatregelen genomen. Maar in al die democratieën zie je dat die noodmaatregelen tijdelijk zijn. In Frankrijk zijn de maatregelen voor 2 maanden. Dan moet Macron terug naar het parlement om weer toestemming te vragen om die maatregelen te verlengen. In het Verenigd Koninkrijk is het 6 maanden, maar ook daar geldt. Het zijn tijdelijke maatregelen waarbij het primaat bij het parlement blijft liggen, gekozen door het volk, om die maatregelen af te schaffen of te verlengen. Het risico op dit moment is echt in de landen die minder democratisch zijn. Die al op weg waren om een autoritair regime te worden. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Hongarije, ja. Polen, maar ook Turkije, de Filipijnen, Brazilië speelt dit probleem. Waar leiders al bezig waren om het parlement, maar ook media en rechterlijke macht minder machtig te maken. Zelf meer macht naar zich toe te trekken. En waar we zien dat men deze crisis nu gebruikt als aanleiding om die machtsuitbreiding nog verder gestalte te geven. Ja, want dat zagen we in Hongarije natuurlijk met het uitroepen van de state of emergency, waar eigenlijk geen einddatum aan verbonden was. Hè? Er is geen einddatum aan verbonden. Het parlement heeft helemaal geen invloed onder de state of emergency. Dus kan eigenlijk Orbán niet terugfluiten als hij beleid maakt waar zij het niet mee eens zijn. Maar er zijn ook andere maatregelen onderdeel geworden van de noodtoestand die uitgeroepen is. Zoals bijvoorbeeld het feit dat iedere journalist die zich kritisch uitlaat over de pandemie een gevangenisstraf kan krijgen voor het verspreiden van desinformatie. Die kan oplopen tot 5 jaar cel.
Ja, dat is natuurlijk een maatregel die in een context waar ook de rechterlijke macht al niet meer goed functioneert en deels gecoöpteerd is door Orbán, is dat een hele risicovolle maatregel die heel makkelijk misbruikt kan worden om kritische journalisten onder druk te zetten. Mm-hmm. En hoe zie jij de toekomst van Hongarije in dit opzicht voor je? Ja, deze maatregel die Orbán nu heeft genomen, dus deze noodtoestand, die past in een lange lijn van wat wij democratic backsliding noemen. En hij heeft ook eerdere crisis, dus de financiële crisis en de vluchtelingencrisis, ook al gebruikt als een moment om meer macht naar zich toe te trekken. Dus elke keer als een crisis is, zegt hij, ik moet de controle hebben, want anders kunnen we deze crisis niet te boven komen. Nou, we hebben bij die eerdere crisis gezien dat hij alle maatregelen die hij toen heeft genomen in stand heeft gelaten, ook nadat de crisis voorbij was. En de kans is groot dat het ook op dit moment in deze situatie zal gebeuren. En wat kan de oppositie nu nog doen? Of wat doet de oppositie in Hongarije op dit moment? De oppositie in Hongarije is heel erg verzwakt. En dat is ook een fundamenteel verschil met Polen, waar nog steeds wel een sterke oppositie bestaat. Waar ook nog steeds sterke maatschappelijke organisaties bestaan die zich tegen de regering verzetten. Waar nog steeds rechters bestaan die weigeren om alle maatregelen die eerder door de PIS zijn genomen uit te voeren. In Hongarije is het geval dat de oppositie echt heel verzwakt is. Heel weinig middelen ook heeft. En dat zij daardoor weinig kunnen doen. Ze hebben wel bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar hebben ze een aantal grote steden gewonnen. Maar je zag ook meteen in het context van die noodtoestand dat een van de eerste dingen die Orbán probeerde was om de macht van de burgemeesters te verminderen. Mm-hmm. Zodat de oppositie die daar meer ruimte heeft toch weer ingeperkt wordt. Mm-hmm. Nu heeft hij dat moeten intrekken. Maar ik denk dat hij wel met deze maatregelen toch die opmars van de oppositie toch weer heeft weten te stuiten. Als ik jou zo hoor, dan heb ik het idee dat deze crisis eigenlijk goed nieuws is voor populistische leiders. Kan dat zo gesteld worden of is dat te kort door de bocht? Nou, het heeft zeker voordelen voor radicaal rechtspopulistische leiders die op dit moment aan de macht zijn. We zien dat die overal stevig in het zadel zitten en ook als leiders profiteren van het rally around the flag effect. Dus ondanks de maatregelen die hij heeft genomen nu, staat Orbán er goed voor in de peilingen en wint hij ook iets in deze tijd. Hetzelfde geldt voor de PIS in Polen bijvoorbeeld. De enige leider die het op dit moment echt moeilijk heeft is Jair Bolsonaro in Brazilië. Ja. Die heeft eigenlijk geprobeerd een beetje hetzelfde te doen als Orbán. Maar in Brazilië is het parlement nog heel goed bij machten om hem terug te fluiten. Dus het parlement weigert mee te werken aan het uitroepen van een noodtoestand en aan het veranderen van wetgeving. En bovendien is de rechterlijke macht bezig aan een onderzoek naar malversaties. In eerste instantie van de zonen van Bolsonaro. Maar vervolgens heeft Bolsonaro druk geprobeerd uit te oefenen op zijn minister van Justitie. Die heeft ontslag genomen en nu wordt er ook weer onderzoek gegaan naar hoe dat is verlopen. Dus hij bevindt zich op het moment echt in een moeilijk pakket. Ja, ik begreep dat zelfs 54% van de bevolking op dit moment voor een afzettingsprocedure zou zijn. Ja, dat klopt. En dat is ook mogelijk in Brazilië. Dus een soort impeachmentprocedure mogelijk. En het begint wel langzaam waarschijnlijker te worden dat Bolsonaro die misschien tegemoet kan zien. En hoe kan het dan? Want andere leiders zijn ook inconsistent geweest in hun beleid als het gaat over deze crisis. Hoe kan het dan dat hem harder raakt dan bijvoorbeeld Trump, bijvoorbeeld Boris Johnson, die eerst nog handen schudde met coronapatiënten en vervolgens zelf op de IC terecht kwam? Nou, veel van de problemen die hij nu ervaart, die dateren al van voor de crisis. Dus hij, wat zijn zonen hebben mispeuterd, dat is daarvoor al, heeft al plaatsgevonden. Daar is toen al gekeken, moeten wij hier naar onderzoek naar gaan doen. Dus dat loopt al iets langer. Iets anders waar hij zich op verkeken heeft, is hoeveel steun hij heeft in het parlement. Dus hoeveel van de verkozenen daar bereid zijn hem te steunen. En hoeveel steun hij heeft in de delen van Brazilië. Dus heel veel macht ligt daar ook bij de gouverneurs en lokale bestuurders. Ja, en zij kunnen op dit moment helemaal niets met een president die zegt van nou, het coronavirus dat is net een gewoon griepje.
Dan moeten we niet moeilijk afdoen, we hoeven niets extra's te doen. Want zij moeten tegelijkertijd gezondheidsbeleid uitvoeren. Mm. Dus je ziet ook daar dat er een enorme machtsstrijd tussen die verschillende bestuursniveaus plaatsvindt. En dat hij dus op verschillende terreinen in verschillende instituties de steun ontbeert die een Orbán wel heeft. Want Orbán heeft er heel goed voor gezorgd dat iedereen in het parlement, in andere instellingen, dat hij loyaal is aan hem. Want die heeft hij allemaal zelf ook uitgekozen en benoemd. Mm-hmm. En dat heeft Bolsonaro niet op dezelfde manier kunnen doen. Nee, dus eigenlijk zeg je van deze crisis is misschien op de korte termijn voor de meeste leiders, los van of het nou populistische leiders zijn of niet populistische leiders zijn, werkt het gewoon positief. Maar hoe zie je de kansen op de wat meer lange termijn? Hoe ziet de situatie er over 4 jaar uit voor deze partijen? Nou, dat is heel moeilijk in te schatten natuurlijk. We hebben geen kristallenbol als politicologen. En veel zal afhangen van wat de dominante thema's in de politiek zullen worden. We weten natuurlijk dat radicaal rechtspopulistische partijen het met name moeten hebben van wat wij dan socio-culturele vraagstukken noemen. Immigratie, integratie, Europese integratie, law and order, klimaatskepticisme. Zij lopen het risico dat de politieke agenda de komende jaren gedomineerd gaat worden door economische vraagstukken. We hebben te maken met overal met stijgende staatsschulden, met toenemende werkloosheid, met vraagstukken over investeren in de publieke sector. Ja, dat zijn thema's waarop deze partijen wel opvattingen hebben, maar waarop zij ook niet als heel geloofwaardig worden gezien door hun eigen achterban. Of in ieder geval niet heel competent. Het zijn echt op die sociaal-culturele vraagstukken dat zij vertrouwd worden door hun kiezers. Dus dat zou kunnen betekenen dat ze toch iets moeilijker krijgen. Ook omdat in zo'n situatie waarin het niet over hun eigen thema's gaat, ze ook vaak minder media-aandacht krijgen. Maar dat zal ook erg afhangen van de vraag of het gaat om radicaal rechtspopulistische partijen die al aan de macht zijn, waar we het tot nu toe over gehad hebben. Mm-hmm. Of dat het gaat over radicaal rechtspopulistische partijen die nu in de oppositie zitten. Dat is eigenlijk het geval overal in West-Europa. Dus een paar jaar geleden hadden we nog overal dit soort partijen die in een coalitie zaten. Denk aan Oostenrijk, Finland, Noorwegen. Dat is nu niet meer het geval. Ze zitten allemaal in de oppositie. Nou, in de oppositie ben je helemaal afhankelijk van de politieke agenda. Zeker zoals die ook vanuit de regering komt. Maar we zien daar ook dat er eigenlijk twee hele verschillende strategieën gekozen worden door die radicaal rechtspopulistische partijen. Dus er is één groep die echt vol in de oppositie gaat nu in deze crisis. Mm-hmm. Dus die nog steeds een heel duidelijk populistisch vertoog hanteren. Dat kritisch is over de politieke elite en ook over experts bijvoorbeeld. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Van? Nou, we zien dat bijvoorbeeld op dit moment bij de AFD. We zien dat bij de Lega nog steeds. Vox in Spanje ook. Gewoon partijen die echt zeggen van, nou ja, wat hier gebeurt, dat deugt van geen meter. Raak kan nog wel, is ook geen goed beleid. Dit kabinet en ook de andere gevestigde partijen doen helemaal niet wat in het belang is van het volk. Mm-hmm. En ze moeten weg. En wij hebben gewoon betere oplossingen. Dus dat is de ene groep. We zien ook een groep die toch perspectief ziet om te gaan regeren in de toekomst. En die zich heel goed realiseren dat om dat te kunnen doen, dat ze geaccepteerd moeten worden door de gevestigde partijen. En welke voorbeelden van partijen? We zien het bijvoorbeeld in Finland. We zien het ook in Denemarken, ondanks dat de Deense Volkspartij daar veel kleiner is geworden dan een aantal jaar geleden. En dat men toch zegt van ja, oké, natuurlijk zijn we kritisch op de elite. Maar dit is een uitzonderlijke situatie en er is nationale eenheid nodig. We moeten samen deze crisis bestrijden. De leider van de Finnen bijvoorbeeld, die heeft daar in een interview afgelopen week over gezegd. En ik citeer hem even in het Engels. Responsible opposition should not scoff at mistakes that could have happened to any government or score political points with unfounded promises. Dat klinkt heel redelijk en heel meegaand eigenlijk voor een radicaal rechtspopulistische partij. Dat je zegt van ja, iedereen kan fouten maken als ze aan de macht zijn. Zeker in een context van crisis. Je hebt niet alle informatie, dus we moeten niet met scherp schieten als er iets niet helemaal goed gaat. Mm-hmm. En je moet niet meer beloven dan je waar kan maken. Terwijl
We weten van heel veel beleidsvoorstellen die radicaal rechtspopulistische partijen doen, dat die wettelijk überhaupt niet mogelijk zijn. Laat staan dat ze uitvoerbaar zijn. Terwijl hij hier zegt van ja, nee, wij kunnen ook niet beloven dat er voor iedereen maskers zijn bij wijze van spreken. Of dat wij ervoor kunnen zorgen dat over 2 weken dit virus binnen bedwang is. En deze partijen hopen daarmee een bepaalde geloofwaardigheid te verdienen, ja, die ze in de toekomst vooruit gaat helpen. Ja, dus dat gaat hier, bijvoorbeeld in het geval van de ware Finnen, Zweden Democraten, gaat het om partijen die in de peilingen op dit moment er goed voor staan. Zo rond de 20% van de stemmen. Nou, dan ben je echt een relevant factor in regeringsvorming. Want dan kunnen rechtse partijen, gevestigde rechtse partijen, kunnen eigenlijk niet zonder jou aan de meerderheid komen met zo'n stemmenpercentage. En die nu proberen te laten zien dat ze betrouwbaar zijn. Mm-hmm. En dat er dus bij de volgende verkiezingen met hen onderhandeld kan worden. Ja. Ik wil heel even terug naar de groep populistische leiders aan de macht op dit moment. En je ziet dat de coronacrisis het nieuws overal domineert. Zijn er ook problemen, zijn er wetten die zij proberen door te voeren in deze crisissituatie, eigenlijk buiten het nieuws om? Zijn er dingen die we niet lezen, die we niet zien, maar waar we toch, die toch belangrijk zijn om te weten voor de toekomst van onze democratieën? Nee, gelukkig is de informatievoorziening nog steeds redelijk op peil. Zelfs in een land als Hongarije, waar de media echt wel onder druk staat. En zij proberen toch nog steeds bericht te geven over alles wat zich afspeelt. Zeker qua wetgeving gaat dat allemaal relatief transparant. Wat we wel zien is dat het in veel van dit soort landen toch lastig is om betrouwbare informatie te krijgen over hoe ernstig de situatie is qua coronavirus. Mm-hmm. Ik vertelde al over de wet in Hongarije die maakt dat journalisten vervolgd kunnen worden als zij onwaarheden over het virus verspreiden. Er zijn inmiddels uit Hongarije wel berichten van artsen die in gesprek zijn met een journalist en zeggen, ja, je moet dit niet opschrijven, want dan kan je de gevangenis ingaan. Mm-hmm. Over hoe de situatie in dit specifieke ziekenhuis is, weet je, of over hoeveel voorzorgsmaatregelen we hier hebben om onszelf te beschermen, dat soort zaken. Mm-hmm. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor een land als Rusland. Het is heel duidelijk welke maatregelen er genomen worden. Maar om nou echt een goede inschatting te kunnen maken van hoeveel gevallen daar zijn, hoeveel ziekenhuisopnames, hoeveel besmettingen, dat is in dat soort landen toch een stuk ingewikkelder. En wat doet het bijvoorbeeld met de geloofwaardigheid van een leider als Poetin, die eerst hulptroepen naar Italië stuurt om te zeggen, nou, bij ons is niks aan de hand, hier heb je onze beademingsapparatuur, en vervolgens toch moet toegeven dat de situatie in zijn land ernstiger en ernstiger wordt? Ja, dat is een lastige vraag. Ook daarover hebben we natuurlijk weinig betrouwbare gegevens. Ja. Het zijn niet de landen waar hele betrouwbare peilingen worden gedaan over leiders, vertrouwen in leiders en sympathiescores en dat soort zaken. Tegelijkertijd zien we ook wel dat het zijn natuurlijk processen op 2 niveaus. Dus we hebben de nationale politiek, nationale ontwikkelingen, waar burgers in eigen land natuurlijk ook primair op geconcentreerd zijn. Dan hebben we de internationale politieke dimensie van dit geheel, waarbij het vooral om de relaties tussen staten gaat. Mm-hmm. En we zien dat veel van dit soort gestes naar andere landen, of dat nou van China naar Italië is, van Cuba naar Italië, waar mm-hmm. natuurlijk dokters zijn gestuurd, dat die toch vooral bedoeld zijn als signaal in die internationale politieke arena. Het gaat heel erg over de relatie tussen landen, en naar buiten over de toe. Machtsverhoudingen. Over ook een positief imago opbouwen en zo. En dat zijn dan ontwikkelingen die niet noodzakelijkerwijs zoveel nationale repercussies ook hebben. En hoe kijk je aan tegen het feit dat we bijvoorbeeld ook hier in Nederland vaak kijken naar China de afgelopen maanden, hoe China de coronacrisis heeft weten te beteugelen? Daar wordt vaak eigenlijk op een positieve manier over gesproken. Er wordt gekeken naar wat China heeft gedaan en wat wij ook kunnen doen. Bijvoorbeeld als het gaat over apps die goed zouden werken. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk dat onze politici kijken naar een autocratie
als voorbeeld voor hoe we deze crisis moeten beteugelen. Is dat niet doodeng eigenlijk? Nou, ik denk dat er twee verschillende dingen spelen. Eén is de, gewoon de hele basale vraag: kunnen autocratieën nu beter omgaan met dit soort crisis dan democratieën? Omdat zij meer middelen hebben om hun burgers te laten gehoorzamen, laten we het zo maar zeggen. Ja. Onderzoek is daar niet heel, heel duidelijk over. Zeker niet in de context van deze crisis. Er zijn natuurlijk wel pogingen gedaan om besmettingsnummer aantallen en dode aantallen met elkaar te vergelijken. Maar dan zie je toch dat er toch vooral heel veel variatie is, zowel binnen de democratieën als binnen de autocratieën. Mm-hmm. En dat het niet zo is dat de ene groep heel veel beter presteert dan de andere, maar dat er binnen alle tweede groepen hele grote extremen zijn. Dus als je kijkt naar democratieën, dan hebben we landen die heel tijdig hebben gereageerd. Denemarken bijvoorbeeld. En ook met strenge maatregelen waar het aantal besmettingen, aantal doden heel laag is gebleven. Maar ook landen waar dat totaal niet is gelukt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de autocratieën. Ook daar zien we heel veel variatie. Maar dit gaat allemaal over de cijfers en de wetenschappelijke onderbouwing. Maar ben je niet bang voor het feit dat los van die cijfers mensen eigenlijk het gevoel hebben dat een sterke leider, een autoritaire leider, misschien wel veel beter werkt dan een leider in een democratische context? Daar zien we op dit moment geen aanwijzingen voor. We zien niet in surveys terug dat mensen positiever staan ten opzichte van het idee van een sterke leider. Mm-hmm. Of bereid zijn om democratische verworvenheden op te geven in deze situatie. Veel van de debatten die nu gevoerd worden, ook over bijvoorbeeld privacy en vrijheid versus veiligheid, zijn natuurlijk debatten die we al heel lang voeren. Ook als het gaat over bijvoorbeeld terrorisme. En dan zie je toch dat dezelfde groepen burgers een beetje tegenover elkaar staan. Dezelfde groepen burgers zijn ofwel van mening dat ze privacy op willen geven ten faveur van meer veiligheid. Of zeggen van, nou ja, ik ben bereid iets wat risico te accepteren, omdat ik mijn privacy ook heel belangrijk vind. En daar vinden geen grote verschuivingen plaats als gevolg van deze crisis. Dat nu die verhoudingen tussen hoe mensen daarover denken nu enorm aan het veranderen zijn. Het lastige is wel, en dat komt ook terug op het punt van Orbán natuurlijk. Ja, veel maatregelen die genomen worden, draaien niet 1, 2, 3 terug. Dus als we nu bijvoorbeeld instemmen met een corona-app, dan is de kans groot dat we daar langere tijd aan vastzitten. En dat we niet over een aantal maanden of een aantal jaar, als deze crisis bedwongen is, dat we die app opeens niet meer zullen gebruiken, dat die afgeschaft zal worden. En maak jij je zorgen over de gevolgen daarvan? Of heb je zoiets van, dat is dan hoe het is en die stappen hebben we dan genomen en daar is verder niks aan te doen? Nee, ik denk dat je daar altijd heel bedachtzaam op moet zijn. Maar het is ook een terrein waarop mijn kennis van democratie maar een gedeelte van de relevante kennis is. Omdat alle technologische kennis over hoe dat kan en niet kan, mm-hmm, ook steeds verandert. Dus in hoeverre je überhaupt een app kan creëren die wel privacy waarborgt tot op zekere hoogte. Mm-hmm. En bovendien zit er een enorme juridische kant aan van hoe je dat zo invoert en vastlegt in wetgeving, dat ook veilig is voor burgers. Maar dus ik kan daar maar heel gedeeltelijk een antwoord op geven. Ja, kan ik me voorstellen. Maar je ziet wel dat we met groot gemak eigenlijk accepteren dat heel veel belangrijke grondrechten tijdelijk of minder tijdelijk worden opgeschort. Vind jij dat we daar ons te makkelijk bij neerleggen? Nee, dat denk ik niet. Zeker in een land als Nederland is daar wel degelijk debat over. En we zien ook dat daar waar mogelijk er wel ruimte wordt gecreëerd om die vrijheden uit te oefenen. Dus het is niet toegestaan op dit moment om met grote aantallen mensen samen te komen. Maar er is wel de ruimte gegeven voor een spontane demonstratie op het Binnenhof afgelopen week, mm-hmm, tegen de maatregelen. Er is niet meteen hardhandig ingegrepen. Ja. Dus men probeert daar wel echt te zoeken naar de balans tussen wat nodig is en wat kan. En wat
Ja, tussen wat nodig is en wat kan. Dat is eigenlijk de balans. Ja, ja, ja. Interessant. Ik wil eigenlijk naar het einde toe werken. En ik ben heel erg benieuwd of jouw onderzoek ook nu op de schop ligt. Of er grote dingen zijn die je totaal anders moet gaan aanpakken nu de wereld op zijn kop lijkt te staan. Nee, voor mij niet. Je ziet dat er heel veel wetenschappers zijn die al speciale corona-projecten zijn gestart. Die ook daar al geld voor hebben aangevraagd om dat onderzoek uit te kunnen voeren. Maar ik denk dat het ook een beetje risicovol is om nu aan blikvernauwing te gaan leiden. En ons alleen op deze crisis te focussen. Dus je ziet dat iedereen vanuit zijn eigen onderwerp naar de crisis kijkt. Dus de ene die is bezig met onderzoek naar disinformatie en de coronacrisis. De andere naar wat thuisblijven doet voor de genderverhoudingen in het gezin. De volgende collega in de sociologie naar wat dat betekent voor leerachterstanden en ongelijkheid in het onderwijs. Ik probeer daar weg van te blijven. Mm-hmm. Omdat ik denk dat we niet het zicht moeten verliezen op alle grote ontwikkelingen die plaatsvinden. En dit is natuurlijk één crisis die we nu hebben in een lange reeks van crisis. Die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan grotere transformaties die we eigenlijk moeten bestuderen. Dus als ik je goed begrijp, dan zeg je eigenlijk, dit is één van de ontwikkelingen in een heel lange periode. Zullen dan uiteindelijk de uitkomsten van je onderzoek niet heel erg worden beïnvloed door deze crisis? Ik heb namelijk heel erg het idee dat we op zo'n fundamenteel punt in de geschiedenis staan en vanaf hier wordt alles anders. Maar als ik jou hoor, dan zeg je eigenlijk, nee, ik denk niet dat alles anders wordt. Dat denken wij nu omdat we er middenin zitten. Ja. Dat hebben sommigen niet in dezelfde mate, hè, want deze crisis is van alle orde. Maar dat hebben mensen in de context van de financieel-economische crisis en in de context van de vluchtelingencrisis ook wel opgemerkt. Vanuit het perspectief van een politicoloog die geïnteresseerd is in lange termijn politieke ontwikkelingen. Kijk, als je nu kijkt naar de processen die politiek gezien plaatsvinden, partijpolitiek, dan zien we dat partijen profiteren van een rally around the flag effect. Dat andere partijen andere strategieën kiezen. En dat dat electorale gevolgen heeft. Maar dan hebben we het over verschuivingen van 3-4%. Maar verschuivingen die niet de politieke tegenstellingen zoals we die afgelopen jaren kennen, op zijn kop zetten. Wat we hooguit zullen krijgen is dat de golfbeweging die we in de partijpolitiek de afgelopen decennia hebben gezien, namelijk periodes waarin sociaal-economische vraagstukken belangrijk zijn, afgewisseld met periodes waarin sociaal-culturele vraagstukken belangrijk zijn, dat weer een nieuwe kant op gaat. Omdat we toch weer vanuit de vluchtelingencrisis en een nadruk op sociaal-culturele ontwikkelingen toch misschien weer in een periode komen waarin de economische vraagstukken voorop staan. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een wisselwerking die we al twee keer gezien hebben de afgelopen twee decennia. Dat hebben we in de jaren 2000 gezien. Met 9-11, daarna de financiële crisis. Ja. En dan nu weer vluchtelingencrisis, misschien weer recessie. Ja, dat is meer een lange termijn wisselwerking die we zien. Dan dat nu een hele nieuwe richting is waarin de politiek zich ontwikkelt. Dus jij zegt eigenlijk bestaande verschillen worden misschien voor nu even uitvergroot, maar uiteindelijk zal het niet heel erg veel partijpolitiek gezien in elk geval niet, denk ik. Nou, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie en redelijk hoopvolle boodschap om deze aflevering mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, Sarah de Lange. En mochten jullie dit nou een interessante aflevering, een interessant gesprek vinden, dan kunt u doneren via de website van de Bali. En daar zouden we heel erg blij mee zijn. Dank jullie wel.